Yo gasten en dieren, leuk jullie kijken naar een nieuwe video. In deze video gaan we de 15-min-uitdaging spelen. Uh, ik ga jullie laten zien wat de beste combo's zijn per map. Ik ben samen met RZM en Zenic ook okay, aangekomen bij het eerste potje. De combo die we gaan gebruiken is Melody, Angelo en Larry. Uh, Larry moet links, Melody moet rechts, Angelo moet soort van mid. Angelo kan ook rechts. Het maakt niet heel erg uit. In het begin kom je vooral tegen noobs. Dus als je gewoon een hele goede combo gebruikt, ga je sowieso winnen. Uh, dus dat maakt niet heel erg uit. Larry is ook niet per se nodig. Je kan ook Nani gaan. Je kan natuurlijk ook Dick gaan. Of Sprout, gewoon een andere werper. En er zijn heel veel brawlers die bijvoorbeeld in de categorie vallen... Uh, die je een beetje kan switchen. Zoals Melody heeft, heeft misschien ook niet iedereen. Uh, ik denk het wel. Ik denk dat iemand van je team Melody wel heeft. Maar mocht niemand van jullie drie Melody hebben... dan kan je ook bijvoorbeeld in plaats van Melody... dus gewoon Piper of Nani of zo gebruiken. Uh, dat valt natuurlijk niet in dezelfde calorie als... Me Categorie, niet Calorie, maar niet dezelfde categorie als Melody. Uh, maar dat is wel heel goed in premie, dus dat is uh, sowieso wel een uh, goede substitu substitutie. Uh, en ja, we gaan gewoon elke keer met een andere brawler zeg maar, spelen, zodat jullie elke brawler kunnen zien. Uh, dus ja, RZM gaat nu Melody, uh, want Zenich heeft geen Melody. Dus ik ga naar dit potje waar weer Melody ofzo, als RZM ook nog uh, Angelo wil spelen, of uh, Larry bedoel ik. Um, dus ja, Larry is een werper. In plaats van Larry kan je ook Tick of Sprout gebruiken. Angelo is gewoon de beste brawler in de game. Maar in plaats van Angelo kan je ook Piper of Nani gebruiken. Het is gewoon... Uh, meestal als je dus een brawler gebruikt die in dezelfde categorie valt... dan komt het wel goed. Uh, want Angelo is dus een snipe, sniper. Gebruik dan gewoon bijvoorbeeld Piper of zo. Dat is in dezelfde categorie, dat komt wel goed. Uh, zolang je niet hier Edgar of zo gaat of Shelly... Dan kan je zeggen, Edgar is goed, maar Edgar is niet goed op hoog niveau. Niet als je 15 wins wil halen. Als je 3 wins wil halen, kan dat nog wel. Uh, maar ik ga gewoon proberen om in ieder geval helemaal geen game te verliezen in deze video. Ik ga gewoon elk potje laten zien, zodat jullie gewoon uh, een beetje kunnen zien hoe de combo werkt. Uh, en omdat mensen het wel leuk vinden om de hele video te bekijken, of in ieder geval de hele challenge te bekijken zonder dat er potjes geskipt worden. Zeg maar. Oké. Okay. Deze eerste, sowieso de eerste 10 potjes zullen best wel heel erg makkelijk gaan. Misschien niet voor iedereen. Maar uh, voor mij wel in ieder geval. Uh, we krijgen ook wel drops. Nou ja, we krijgen rare. Daar hebben we natuurlijk helemaal niks aan. Oké, okay, aangekomen bij het volgende potje. Tegen een Rico, een Melody en een Edgar. Ja, kijk. Heel veel mensen spelen Edgar. Zelfs die Edgar met een duimpje omlaag in zijn better card. Dus dat is sowieso een toxic Edgar. Maar we gaan eens dus even die Edgar laten zien dat Edgar echt niet goed is in deze map. Um, even kijken, ja. Dit moet je dus ook niet doen, zeg maar, op zo'n melody aflopen... Uh, dat je gehit wordt door de muzieknoten. Dat heeft natuurlijk helemaal geen nut. Um... Oké, okay, Rico is ook dood. Die melody is misschien ook dood. Nee, ik ben misschien dood. Nee, oké, okay. hem wel. Maar uh, even kijken, wat the fuck doet die melody en wat doe ik? Oké, okay. het gaat niet helemaal zo goed als ik had verwacht... maar we staan wel alsnog zeven punten voor. Dus dit potje, we winnen we sowieso, maar niet zo vlekkeloos zeg maar. Oh Edgar, dat heeft geen nut. Nee, dit is echt gewoon geen Edgar gaan alsjeblieft. En ja, als je zegt Edgar is wel goed. Ja, nou ja, succes ermee, maar want dat heb ik wel eens. Ik maak wel eens van die video's van welke braders de beste zijn. En dan disagree je mensen zeg maar, oh wat er gebeurt met die star erop. Disagree je mensen en dan denk ik ja, nou ja, succes ermee, maar vertrouw me nou maar, dat gaat niet lukken. Oké, okay, aangekomen bij het volgende potje tegen een Bibi, een Crow en een Bee. Uh, ja, dit is geen goede combo. B en Crow kan op zich wel. Als je best goed bent, kan je met B en Crow en Bibi trouwens ook wel winnen. Uh, maar Bibi moet je hier niet gaan. B en Crow zou wel kunnen. De combo die we gebruiken is Angelo, Melody en Leon. Leon, één van de beste brawlers in de game. Angelo, de beste brawler in de game. En Melody, ook één van de beste brawlers in de game. Vooral in knokballs, Melody, heel goed. Uh, want je kan natuurlijk gewoon dribbelen met die bal. En dan vooral in deze map. Oké. Okay. Uh, wat je ook zou kunnen spelen in plaats van Melody als je die niet hebt, is Charlie. Charlie is ook heel goed op deze map. Uh, je kan in plaats van Angelo kan je Pel spelen. Nou ja, valt weer een beetje in hetzelfde rijtje. Uh, ja, Charlie kan je spelen. Crow is niet heel goed, maar niet heel slecht. Ik zou dan eerder Stu gaan ofzo in plaats van Melody. Charlie of Stu zou ik zeggen. Speel dat maar. Oké, okay, aangekomen bij het volgende potje tegen Leon, Byron en een Daryl. Oké. Okay. Vinden jullie het trouwens leuk dat ik vandaag een extra video upload? Uh, laat het zeker even achter in de comments. Laat ook even een duimpje omhoog achter als je het leuk vindt. Uh, want ja, ik denk ik kan wel deze video maken over de challenge. En die dan om uh, kwart over vier uploaden, wat mijn normale uploadtijd is. Maar dan denk ik dat de meeste mensen de challenge al lang hebben gespeeld. Dus dat deze video dan al overbodig is. Dus ik ga deze video. Ja, ik speel de challenge nu gewoon meteen als die uitkomt. Ik ga hem gewoon uh, zo snel mogelijk uploaden. En dan waarschijnlijk om kwart over vier nog een video uploaden. Moet wel even eentje nog maken en even verzinnen. Dus kijken of dat lukt. Dus uh, abonneer zeker met het belletje aan om die video niet te missen. Oké. Okay. Ems, Nita en Jesse. Dat is dus weer echt een goede, goed voorbeeld van een combo die je echt niet moet gaan. Jesse kan half werken omdat Jesse zelf een goede brawler is, maar gewoon niet op deze map. Uh, Nita en Ems zijn gewoon echt heel slecht. Dus dat soort brawlers moet je niet gaan. Kijk, je kan ermee winnen. Maar ja, als je met die combo. Tegen spelers komt die beter zijn dan jou of even goed. En die wel een goede combo spelen, dan wordt het al vrij lastig. Um, ja, het zijn gewoon geen goede brawlers. Sowieso niet in de meta. Ze zijn best wel mid-slash aan de slechte kant. Maar op deze map al helemaal. Oké, okay, even kijken of die ems daar... Oh, wat? Ik dacht dat die M's in de cocon zat. Ja, dat is een beetje dom. Daar ging dus gewoon domdood. Uh, dus ja. Ja, we moeten dit potje natuurlijk wel winnen als ik zeg dat die combo slecht is. Maar ik denk dat het wel goed komt. Um, ja, even kijken. Die Jesse is daar alweer bijna dood. Kijken of die Nita daar kan hitten. Ja, die is ook alweer half HP. One shot. Nice, mooie kill van Erstem. Nou, die Ems gaat ons slowen, maar ze kan er niet echt wat mee. Kijk, ze kunnen wel die bal een beetje uh, in, de, in de hoek zeg maar, vastzetten. Daardoor duurt de game wat langer en lijkt het alsof hun combo nog wel werkt. Maar vertrouw me maar, dat, het is gewoon echt een slechte combo. We hebben nu Leon super. Nou ja, hij werd dan gehit trouwens. Maar ik denk dat we hier wel kunnen gaan scoren. Ja, nice. Eerste goal. Ze hebben het best lang volgehouden. Maar we hebben ook niet echt een combo waarmee je de bal makkelijk uit de hoek kan krijgen. RZM is nu trouwens ook Charlie gegaan. Uh, voor dus bijvoorbeeld mensen die geen uh, Melody hebben. Het wordt ook wel heel makkelijk als we elke game Melody gaan. Oké, okay, echt een hele slechte trickshot van mij. Dat sloeg ook echt nergens op. Um, maar ja, boeien. We scoren hier alsnog. Hebben dit potje alsnog best wel easy gewonnen. En dan zie ik jullie weer bij de volgende. Ook okay, aangekomen bij het volgende potje: Jam Grab nu. We spelen weer Angelo, we spelen weer Melody, we spelen weer Leon. Hele originele combo. I know, I know. Angelo is mid. Het is gewoon de beste brawler in de game. Dus als je Angelo hebt, kan je Angelo eigenlijk op elke map wel spelen. Melody is ook erg goed op bijna elke map. En Leon is ook erg goed op bijna elke map. Uh, niet bijna elke mode, maar Leon is gewoon heel erg uh, well-rounded, zeg maar. Uh, Oké. Okay. Wat je hier zou kunnen spelen als je bijvoorbeeld Melody niet hebt, is uh, Charlie uh, in plaats van Melody. Je kan bijvoorbeeld ook Spike, je kan ook Ruffs. Uh, wat nog meer? Ja, ik denk dat jullie die alles wel hebben. Dat komt wel goed. Um, en in plaats van Angelo kan je 8 of Piper of Bell mid. Uh, dat staat wel een beetje in de volgorde van hoe goed het is. Dus Angelo is beste, daarna 8-bit, daarna Piper, daarna Bell. Um, en als je Leon niet hebt ja dan kan je een van de balances die ik net had gezegd uh, zoals Charlie uh, Spike of zoiets of Ruffs. ja dat komt wel goed stuurt trouwens ook heel goed Mac ook uh, Mac kan mid Mac kan ook wel inleen maakt niet heel erg uit uh, het beste voor Mac is wel in mid um, maar het is niet de beste brower hier als je gewoon Angelo hebt dan moet je sowieso Angelo gaan als je Melody hebt moet je sowieso Melody gaan enzovoort oké okay. We winnen dit potje echt heel makkelijk. Een Jesse mid is hier echt niet optimaal. Jesse heeft niet genoeg range eigenlijk om te competen met Angelo. En daardoor winnen we eigenlijk heel erg makkelijk. Oké, okay, eigenlijk komen we bij het volgende potje: Piper, Spike en Amber. Dit is denk ik de beste combo waar we tot nu toe tegen gekomen zijn. Amber is ook best wel een goede brawler hier. Niet, niet top 10, maar wel prima, wel top 15 denk ik. Amber uh, zou ik hier nog wel eens kunnen spelen in ranked bijvoorbeeld. Oké, okay, uh, mooie dubbel kill voor mij. Volgens mij zelfs triple kill. Ik weet niet zeker of die Amber eigenlijk de finishing touch-up had gedaan. Uh, maar het maakt niet uit. Ja, met Melody overrun je gewoon al deze gasten. Kijk, ik heb weer drie muzieknoten. Kan je weer je gadget gaan doen. En dan kan je hem gewoon weer easy killen. Ik ben hier denk ik wel dood door de Amber. Maar het ja, maakt niet heel erg uit als ik een dubbel kill heb gemaakt. Mijn teammates kunnen die Amber vast wel met z'n tweeën aan. Dat is, daar vertrouw ik me op. Wat, wat vooral heel goed is aan Angelo, ook in Jamgrab, is dat je. Kan wegspringen met de gadget mocht je gevaar lopen, zeg maar. Dus dat is helemaal top. Uh, kijk ook zeker mijn Angelo Rang 35 video als jullie meer Angelo gameplay willen zien. Misschien uh, hoe je beter met Angelo kan spelen. Ja, oké. Okay. Die Amber is hier weer dood. Mooi. Uh, tenminste. Ja. Ben ik hier dood? Nee. Ja, dit is zo mooi. Uh, uh, Melody is zo goed. En als je Melody niet hebt, zorg dat je Melody heel snel krijgt. Want Melody is echt een van de betere brallers. En mocht je mellen die wel hebben, ik zou er snel uh, rang 35 of rang 30 of rang 25. Net wat jouw uh, niveau is. Gewoon daar naartoe pushen, want dat gaat heel makkelijk. Um, ja, net als dit potje. Zie ik jullie weer bij het volgende potje. Spike M's Jesse. Oké, okay, dit is weer niet echt een hele goede combo. Spike is half prima, zeg maar. Maar niet een van de betere. Nou ja, wel een van de betere, maar uh, er zijn veel betere opties. Zoals uh, Ruffs. Uh, ja, Stu. En. Leon, Charlie en Melody. En daarnaast Spike wel een van de betere opties. Zeg maar. maar ja, ga maar gewoon geen Spike hier. Ga maar vooral geen Jesse en MC hier. Dat is vooral belangrijk. Um, en voor de rest, als je dan gewoon de branders gaat die nu een beetje goed zijn, dan win je sowieso de challenge. Want de challenge is best wel makkelijk. Je mag volgens mij drie keer verliezen. En als je er voor de vierde keer verliest, dan is de challenge zeg maar game over. Uh, ook een tip. Speel gewoon met vrienden, speel gewoon met mensen waarmee je bijvoorbeeld uh, in voice chat kan zitten op Discord of zo, of op WhatsApp. Of gewoon als je naast elkaar zit in het echt, dat is helemaal goed. Uh, maar ga je van niet met randoms spelen. Uh, want met randoms kan je natuurlijk niet uh, de goede combo maken. Want dan heb je ineens, uh, de laatste game voor 15 wins, krijg je ineens een random Shelly in uh, knockout. Dan word je natuurlijk niet vrolijk van, tenzij je tegen Triple Tank komt, en tegen een Edgar, en een Mortis, en een boel of zo. Dan denk je ineens: hé, hey, dankjewel dat jij Shelly bent gegaan. Maar dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Dus speel maar gewoon met uh, teammates. Dan kan je gewoon lekker met elkaar co coördineren, zeg maar. Uh, om de challenge te winnen. Om het zo makkelijk mogelijk te maken, eigenlijk voor jou. Kijk, okay, ik denk dat we hier wel even uh, kunnen winnen. Ja, daar liggen nog wat gems. Ik kan die, denk ik, wel even gaan pakken. En dan hebben we gewoon dit potje gewonnen. Het ging natuurlijk weer easy. Alleen het ging niet flawless. Het ging niet 10-0, zeg maar. Maar dat maakt niet uit. Oké, okay, even kijken of ik Ems kan killen. Nee. Maar ik kan wel ontsnappen. En dan kan ik die Jesse misschien nog wel eventjes killen. Nou, dit potje hebben we gewonnen. Mensen, uh, we moeten nu heist spelen. Ziek bij het volgende potje. Oké, okay, aangekomen bij het volgende potje. En jongens, verrassing. Weer Angelo, Melody. Maar een nieuwe, dat is Chuck. Chuck is heel goed in heist. Dat is eigenlijk ook zijn enige game mode waar hij goed in is. En dat is dan deze map. Hij is ook half beetje decent in nokken, of uh, Hotzone. Maar Hodson zit niet in deze challenge, dus dat maakt niet uit. Maar uh, ik ben het niet helemaal eens met deze combo. Dit is gewoon de combo die RZM voorstelde uh, voor zijn TikTok. Ik zou zelf zeggen... In plaats van Angelo... Colt... Uh, of... Hoe heet dat ding ook alweer? Colette. Sorry, ik vergeet gewoon die namen van die branders de hele tijd. Uh, Colt, Colette, Jesse is ook erg goed. Um, ja, een beetje high Brawlers, Eve kan ook wel. Maar Angelo is vooral hier goed omdat Angelo veel damage doet. En omdat Angelo over het water kan. Waardoor je heel erg makkelijk de rechter lane unlockt. Ja, Melody spreekt denk ik wel voor zich. Melody destroy the safe. Net als uh, Chuck. Als je met Melody die muzieknoten hebt en je gaat naast de kluis staan, dan is die kluis gewoon weg. Uh, en dat gebeurt ook met Colette, dat gebeurt ook met Colt. Je vernedert gewoon die kluis. Dat soort balans moet je kiezen. Ik zou geen boel of zo gaan hier, maar gewoon brawlers die uh, heel veel damage doen uh, en een beetje afstand hebben. Yves doet geen, niet heel veel damage, Angelo ook niet. Nou ja, Angelo doet wel veel damage, maar dat duurt heel lang om op te laden. Uh, maar Yves en Angelo zijn brawlers om op, de rechter, uh, op het rechterwater zeg maar, te hoveren. Zodat je die lane een beetje makkelijk kan winnen. Daarvoor dienen die brawlers eigenlijk niet per se om de kluis snel te slopen, zeg maar. Maar goed, even kijken. RZM is nu EVK. Dat is zonde. Uh, maar hun spelen hier boel. Kijk, dan laat ik jullie even zien dat boel op zich, boel doet natuurlijk veel damage. Maar hij wordt gewoon vernederd vaak voordat je uh, in de buurt van de kluis komt op deze map. En kijk, die Jesse ook. Hup, die muzieknoten pakken de Jesse gewoon. En als ik zo meteen even een goede kans heb, zal ik weer even laten zien hoeveel damage je doet met Melody als je op de kluis zit met die muzieknoten. Oké, okay, dat gaat goed van RZM. Ja, nice. Oh, helaas ging ik daar dood door de, de Jesse. Anders had ik daar echt nog minimaal 20% damage gedaan, denk ik. En dat is gewoon crazy. Uh, maar Colette is ook echt een hele goede braller hier. Colette doet met een super plus hypercharge 25% damage op de save. Uh, dus als je dat vier keer doet, heb je gewoon met alleen Colette al gewonnen. Ja, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Want je krijgt de hypercharge niet vier keer per game. Maar bijvoorbeeld, dat uh, laat wel zien hoeveel damage dat dan nou al niet echt doet. Um, ja, zie ik je weer bij het volgende potje. Oké, okay, aangekomen ja, bij het volgende potje tegen een Edgar, en Jesse en een Chuck. Oké, okay. tegen RZM blijkbaar. Oké, okay. nee, Edgar is hier ook wel oké. Okay. Het is echt niet een van de beste maar je kan Edgar hier wel spelen. Als de enemies niet goed genoeg Edgar verdedigen, dan uh, sloop je echt die kluis. Um, even kijken, kijk. Melody doet zoveel damage. Uh, dat is niet normaal, even die turret weghalen. Ik heb gewoon ook nog die gadgets om het helemaal te overleven. Um, Edgar zit als het goed is op onze kluis. Maar Edgar doet niet zoveel damage als ik hier met Melody doe. Dit is echt crazy. Die kluis is gewoon weg in echt 15 seconden of zo. Ja, ik ben ook Starplayer, want ik heb zoveel damage van aan die kluis. Uh, zo werkt dat dus. Oké, okay, we zijn nu bij Knockout. En dan uh, zie ik jullie bij het volgende potje. Oké, okay, aangekomen bij Knockout. De combo die we gebruiken is Sprout, Angelo, Melody. Oké, okay, in plaats van Melody kan je Piper gaan. En ja, in plaats van Sprout kan je tik gaan. Angelo kan je ook vervangen door Piper. Als je bijvoorbeeld wel melody hebt, en geen Angelo. Um, maar houd het een beetje daarbij. Bel kan ook nog wel. Um, maar je moet sowieso een werper hebben. Larry zou ik niet gaan. Larry is niet goed genoeg, vind ik, voor knockout. Um, maar als je echt niks. Nou ja, het, het lijkt me niet dat je Larry wel hebt. En tik en Sprout niet. Dus uh, ja, ga maar tik en Sprout. En dan kan je Bel gaan bijvoorbeeld. Uh, in plaats van Melody. Of Piper in plaats van Melody. Uh, of als je Melody. En als je nog niet hebt, dan ga je gewoon bij Piper, sprout of zo. Uh, Oké, okay. dat is een beetje dom voor mij dat ik er dood ging. Maar maakt niet heel erg uit. Mijn teammates kunnen dit denk ik wel winnen. Uh, en ook een voorbeeld voor jullie. Doe dat dus niet. Niet bij Melody. Drie keer naar voren dashen. En dan gewoon doodgaan. Was niet slim voor mij. Uh, maar dit potje winnen we denk ik wel easy. Ja, mooie kill van RSTM en Zenich. Nou, zie ik jullie weer bij het volgende potje. Oké, okay, aangekomen bij het volgende potje. Tegen een Leon. Tegen een. Grom en een Edgar. Oh ja, daar ben ik helemaal vergeten. Grom is ook best wel goed in, mid. Je kan Grom ook gaan in plaats van Tik of Sprout. Uh, maar iedereen heeft wel Tik Sprout, dus ga die ook maar. Maar Grom is dan de derde optie, zou ik zeggen. Oké, okay. tem is nu Piper gegaan in plaats van Melody. Uh, om ook even te laten zien hoe Piper werkt. Even kijken. Die Grom is daar, denk ik, dood. En ja, we kunnen nu ook wel easy die Leon, die Leon pushen samen met de Sprout, denk ik. Of toch niet? Of toch wel? Nee, Leon dan hit ik daar net niet. Uh, maar RZM heeft die kill daar wel gemaakt. Oké, okay, ja, Edgar dood. GG's. Ja, ik zou Edgar gewoon niet gaan. In de, he in de hele challenge niet. Ik weet dat veel mensen Edgar een leuke Palor vinden. Ik vind Edgar ook leuk. Het is een van mijn favorieten. Um, maar ik zou Edgar gewoon niet spelen. Het is niet de beste, bro. Hier. Oh, mooi hit vanuit die Leon en S. Nu one shot. Oké, okay, even rustig gaan. Oh, ja, kijk. Edgar hoort gewoon Sprout en Piper bijvoorbeeld te counteren. Maar zelfs dan... Wordt die Edgar gewoon aangepakt. Die Sprout gooit gewoon die muur. Oh, ik moet hier misschien even weg. Ja. Even kijken of ik die Leon hier kan hitten. Ja, mooie hit. Die is nu denk ik dood. Ik hit hem nog een keer. Die is dan sowieso dood. Uh, of toch niet? 1 AP. Go. Nice. Easy kill. Nou ja, easy. Ja, eigenlijk wel. Oké. Okay. Even kijken of ik hier die Sprout kan hitten. Of die Chrome kan hitten bedoel ik. En ja. En die Edgar. Weet ik niet. Even kijken of we dit uh, kunnen overleven. Ja. Nice. Weer een easy win. Zoals je ziet, Edgar heeft eindelijk super. En dan kan hij er eigenlijk helemaal niks mee. Want Angelo kan gewoon vier keer wegspringen, zeg maar. Heerlijk. We moeten nog één potje winnen. Zie jullie bij het laatste potje. Oké, okay, aangekomen bij het laatste potje. Zenich moest helaas gaan. Dus we zitten nu met een random. En hij is Brock. Brock niet de allerbeste. Maar zeker niet een van de slechtste. Brock zeker wel top 10, top 15 op deze map of zo. Brock kan je ook wel spelen in plaats van Piper of Bell. Maar. Waarom zou je Piper niet hebben? Het is een epische brouwer. Dus dat is een beetje onnodig om Brok te gaan. Tenzij je zelf heel goed bent met Brok en heel slecht bent met Piper. Maar dat lijkt me ook onlogisch. Um, even kijken. Ik moet natuurlijk niet doodgaan door die Grom hier. Miko is lekker al dood. Dat is top. Uh, en nu nog die Fang. Die is ook wel dood door mijn teammates, denk ik. Oké. Okay, we hebben in ieder geval een random gehad die best wel goed is. Gelukkig maar. Uh, want het had ook gewoon. Nou ja, bijvoorbeeld een Dynamite of een Shelly van de. Nou ja, Edgar kunnen zijn. Wat niet heel chill is. Even kijken of mijn teammates daar die uh, uh, Miko met z'n twee kunnen aanpakken. Ik denk het wel. Zal ik hier even die grond pakken? Oké, okay, goed gedaan van mij. Al zeg ik het zelf. Miko is ook dood door mijn teammates. Ja, en dan hebben we dit potje gewoon gewonnen. Die Vang is uh, nog maar in zijn eentje over. Die zit daar heerlijk. Uh, ja, GG's. Mensen, dit was dan de 15-win challenge. Laat zeker een like achter als het jou heeft geholpen, de combo's. Uh, tenminste, ja. Laat maar een like achter. En ga daarna de combos uitproberen. En laat daarna een reactie achter als de combos je hebben geholpen. En als ze hebben niet hebben geholpen, laat het ook even weten in de comments. Maar wel met feedback welke browsers dan wel beter zijn. Mensen, ja, bedankt voor het kijken. Zie ik jullie later, mensen.